Kijk hoe mooi, jongens. Wauw. Hele goede morgen deze morgen voor de derde keer en dat we een nieuwe intro opnemen. Maar oké, daar gaat mijn zonnebril. Mijn naam is Karin Stamman van de Werf. Dit is mijn man Stamman van de Werf, lekker gezellig naast mij. En ik heb een vrouwtje aan de overkant die een beetje raar mij ons aankijkt. Maar heb ik bout aan. Maakt helemaal niet uit. Het is vandaag 12 juni. En nou gaat het al goed. Het is was het al 11:55, dus het zal nu ongeveer 11:50 wezen. En wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier. Ja, sorry, je komt er nou wel op. Hey, later. Tot later vandaag. Doei! Doei. Oké, hond nummer 1, lekker aan het grasjes eten. Hond nummer 2, ook gras aan het eten. En hond nummer 3, die was even aan het gras maaien, handig. Dus eigenlijk is dat hond 1. Dat hond 2 en dat hond 3. Ja, snap je hem nog? Ja, ik wel. Kom, lieve schat. De baas heeft zo meteen school. Dat is weer een pc. Lieve schat, kom aan. Ga je mee? Ja, goed zo. Mijn drie geweldige meiden. Wel waar. Jullie zijn mijn drie geweldige meiden. Alleen jij moet niet zo trekken, jij niet. Nee. Als je nou dat nog eens een keertje afleert, nou, dan ben je helemaal mijn dame. Daar was net een vrouw op één oog, die ons zo raar aankeek. Ja, handig. Kom. Ja, je weet het al, hè? Ja, doe maar. Mag voor mij. Ja, doe maar. Ga je nog hoger? Een boom klimmen. Nou, struik klimmen dan. Boompje klimmen, wijfie. Hoge blaadjes zijn het lekkerste. Lekker, meisje. Doe maar, mag wel. Kun je het allemaal lekker overzien, hè, schat? Leid, kom eens hier. Kom hier. Ja, doe maar. Nee. Komt wel goed. Kan alles tegelijk hier, hoop ik. Nee. Sorry, lof, maar ik doe het lekker zo. Ja, is het lekker? In de bosjes staan? Kom, ga mee. Zo, even tegen de zus aanspringen. Ja, helemaal goed. Dames, oversteken, want het is hier veel te warm. Goed zo. Ik ben ook soms heel makkelijk hoor, gewoon lekker losse lijn met oversteken als er niks aankomt. Wat heb ik toch een perfecte roedel, hè, ook. Als je mij niet zo trekt, dan vind ik het best. Toma, lopen. Ja, dat is mooi, hè, die school. Toma, nee, toma. Ja, je hebt het warme meisje. En je bent weer lekker aan het verharen. En jij ook trouwens, Buurt. Lof. Kom eens hier. Wil je reet even laten zien? Jij bent ook zo lekker aan het vergaren. Kom maar. En dit zit weer lekker in de knoop. Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, goed zo, meisje. Oké, daar ligt mevrouw Draakje lekker te slapen. Hey, meisje. Hebben we hier de twee jongens? Hey. Hey. Kerel. Hé? Zou jij die evaluatie voor mij beginnen willen verwerken? Ik heb de link naar jou in de privéchat gestuurd, want jij, Zulaika, die kamer is voor het week al de les van. Hé? Daar ligt er één, daar ligt er één. Lekker! Oeh, lekker! Ga jij maar zo liggen dan? Oh. Zo, en waar hebben we mijn mannetje in de keuken? Hé, schat. Hey. Hoe gaat het met je les? Vertel het eens een beetje. Dat gaat ook. Alleen ik moet niet in het licht filmen, want dat is niet fijn. Ja. Zo, hè, dit is beter. Maar vertel. Nou,
Nou, het gaat redelijk, denk ik. Ja? Er zat een quiz, maar dat ik een beetje ja? In de stress om goed op snel te antwoorden. Een beetje te snel af. Ja. Maar je moet dus even rustig de vraag lezen en dan antwoorden. Het maakt niet zoveel uit. Nee, daarom. Dus, maar het gaat dus goed? Ja. Ja, en je bent ook geslaagd voor je praktisch handelen, weet ik veel. Praktisch met... handelen en specifiek rapporteren. Dus daar ben je ook voor geslaagd? Ja, heel blij mee. Ja, dat is mooi. Ja, nou, en nu heb je lekker broodje met stroop, appelstroop. Mm-hmm. Nou, iets smakelijk. Gadverdorie, eeuw. En hier hebben we Lovely lekker liggen. Hey, kind. Ja, ik zit dus al de hele ochtend er lekker bij. Ja, ik zit er lekker bij. Ik sta nu even lekker op een koel. En ik wil wel van de zondag nog even lekker weg. Ik weet niet waarheen. Ik wil gewoon even lekker met de auto. Gewoon even de auto even lekker vol tanken. En lekker even gaan. Gewoon even eruit. Ja, want het weekend kan ik er niet uit. Want dan is Ro aan het werk van 3:30 tot 11:30. En dan is maandag weer weg, dinsdag weer weg en donderdag weer dag weer weg. En hebben we dinsdagochtend een afspraak, maandagochtend een afspraak. Ja, het wordt eventjes een chaotische week volgende week, maar ja, komt wel goed. En dan volgende maand, de 18e is het zomervakantie. Poeh, gaat echt hard. Zo'n 6 weken hebben jullie het ook gewoon weer met mij te doen. Gewoon een hele... Zeker. Ja, en dan is het weer, dan is het, ja, gewoon weer de zomervakantie weer voorbij gaat. Wat, jongens? Ja. Is het zomervakantie? Heb ik even 6 weken niks te doen. En dan donderdag heeft Roderick uit mijn hoofd ook nog een intake voor psycu, voor zijn seksoloog. Ja, voor een intake. Spannend. Dus maandag hebben wij, gaan we een samenwerking aan. Het is geen betaalde samenwerking, maar media platform eigenlijk meer. Dat en dat hun dus meer klanten krijgen en meer bekendheid. En dat ik dus ook weer meer bekendheid krijg op YouTube. En dat ik dus ook wat meer met iets met koken ga doen. Etcetera, etcetera, etcetera. Dus ja, het is leuk. Wat dit wat gewoon leuk. Ja. Ik heb er gewoon zin in. Ja. Gezellig. Ja. Kijk hoe mooi, jongens. Wauw. We zijn hier heel druk bezig. Zeg dat je weer in mag. Echt gaaf. Zo. Even bij de mal. De mal of de Netherlands. Kijk, cameraatje. Is leuk. Wauw, wat mooi, hè? Wat echt mooi. Kijk dan. Heel lekker bezig, moet ik zeggen. Het gaat regenen. Is lekker. Ik ga wat. En hier is dus de parkeergarage. Ja. Ja. De bocht naar rechts. Laten we hier in de hoek gaan bekijken. Ik zal maar even kijken hoe duur die paprika is hier. Waarschijnlijk heel duur.
Ik denk een ventilatie of zo. Denk ik. Lijkt erop. Nee. Weet ik veel. Ja, kan ook. Huh? Ja, is toch handig? Karretjes.nl. Een schacht voor wat? Oké. Als iets dus kapot is of zo. Ja, dat is eigenlijk een lammer. Daar hebben we geen Spanje. We zijn even lekker in Leidse Hagen. De Mall of the Netherlands, zo te zeggen. We hebben even weer wat leuks bekeken en ik heb een nieuwe toetsenbord. Helemaal niet. Waarom heb ik die? Leuk. Maar waarom heb ik die? Want deze nieuw is. En er zit een muis bij. Ja. Maar waarom heb ik deze nieuw gekocht? Om mij een plezier te doen. Want? Want die oude die haperde. Oh, met als wat? Je, als je iets intikt, dan doet hij het niet. Nou ja, dat is jammer. Dat is pech. Dat dacht ik. Nee, we worden hier sowieso niet voor gesponsord en voor de Mediamarkt ook niet. Ja. Ja, jammer hè. Wil jij een ijsje of niet? Ja. Welke? Nee, Jumbo nog? Nee, hier. Deze. Auw. Dat doe ik niet nog een keer. Oh, ben je een lekker ding, oké. Ja. Oh, lekker. Ja. Kijk, lekker. Kijk, kijk, kijk. Is helemaal lekker. En we rijden nog lekker in de auto. We gaan even richting Scheveningen, want er is onweer op komst. Maar ik wil er even uit, want wat ik dus al zei eerder vanmiddag, dat Rodus de hele weekend moet werken. Dus ja, dus 2 dagen in het hele weekend, van 3:30 tot 11:30. Dus en normaal dan gaan we altijd 's weekends leuke dingen doen. Dus dan is het nu eventjes er lekker van genieten. En dan vanavond lekker samen eten. Yes, ik ga lekker koken. Maar dat weet hij nog niet wat. Maar ik hou zeker rekening mee met hem. Zeker. Ja hoor, ik wel. En hier hebben we de jongens. Hallo meneer Prrrt. Hey. Ja. Morgen ook weer je kooi verschonen. Ja. Morgen ook weer je kooi verschonen. Ja. 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 Weg wel. Ja. Ja. Willen jullie een groter huisje hebben? Met 2 of 3 verdiepingen erboven. Vind je dat leuk? Om meer ruimte te krijgen. Dan kun je weer een beetje afvallen, meneer. Want je bent een beetje zwaar. Lekker, weet je maar, hè? Lekker. Ja. Nee, je bent lief. Ja.
actiedingen wat ik nog nooit eerder heb gezien. Jij? Nee. Maar ratjes weet ik wel dat ze kunnen klimmen. Nee, hey, kom dan. Kom dan. Spit. Laat het even over. Klaar. Ja, hè? Ja. Even kijken hoe ver jullie fles is. Want ook dat moeten we even in de gaten blijven houden. Lief. Ik even kijken. Ik heb maar één hand nu. Even kijken hoe ver hun fles is. Even vasthouden. Oh, kijk. Kan hij er weer op? Jullie drinken nou niet zoveel, heren. Het is lekker cool, hè? Nee, hij zit nou wel heel erg hoog. Hij moet hier. Ik heb hem al. Zo. Zo, we zijn dan bij de Mediamarkt geweest, toch? Ja. Wat hebben we daar gekocht? Een hele mooie toetsenbord. Niet deze, want die vertoont het kuren. En ik ga het telefoon even aan Roderick geven. Zodat hij kan vloggen, filmen. Yep, top. Nou, deze wil dus niet. Die wil ook niet. Wat ik op dit moment wil. Als mama hem wil, mag ze hem hebben hoor. Lekker daar naartoe. Oké, we gaan even unboxen. Lekker. Kom erbij, gezellig. Even je vingers kijken. Ja, mag van mij. Ik vind hem ook een heel mooi design. Want bij de Mediamarkt hebben we hem echt goed bekeken. Want wat ook leuk is, ik zal hem even laten zien. Bij deze toetsenbord heb je dus geen, ja, gewoon voor en voor je pols. Heb je hier wel. Hij is vele malen breder. Ja. En dat zal ik zo meteen beter laten zien ook. Zo. Die hebben we los. Zo. Ja, en dan zit de muis weer helemaal aan de andere kant. Handig. Leuk. Fijn. Nou, dan gaan we deze kant openen, jongens. Ja, dat is dan niet zo'n heel goed dingetje, maar... Een hele mooie. Dat is wel een hele mooie, inderdaad, ja. Ik doe die alvast uit het papiertje. Hij is ook mooi van rubber. Er zit een dingetje aan. Ja. Jo, een ontvangertje. Yes. Ja, nou, die gaat zo. Even kijken. Kijk rustig. Is het de witte onderkant? Ja, een witte onderkant. Oké. Met de instructies, zo te zien. Ja, altijd. Kijk, en dit is dus wat ik bedoel. Die had je dus niet bij en bij die andere. Nee. Zit er knopjes? Oh, geluid. Geluid. Harder, zachter en uit. En hier heb je nog functietoetsen met nog een extra dingetje eraan vast. Kijk, en er zit dus ook al een batterij in. Ja, even zien. Daarom kan je deze lipje eruit halen. Dus dat is wel lekker. Hij is nu geladen, hij gaat gewoon branden. Yep. En hier zit niks. Kijk. In. Ja, wil je. Met een lipje. Ook gewoon weer met een lipje. Inclusief batterij. Inclusief batterij. Eén batterij of meerdere? En welke type? Dikke. De AA.
En daar zit ook een AA in? Gewoon een dikke, ja. Oké, okay, dus allemaal en hetzelfde. En dan heb je hier dus een knopje. En dan moet ik even mijn zinnetjes gaan zoeken, want anders doet hij het niet hierachter. Joehoe. En deze heeft een oranje en deze heeft een witte. Oké, okay, dat is wel handig. Een witte, witte plug. Dat is de oude. Hé, hey, hij doet het zo. Okay. Wauw. Lekker. Nee, hier. Nee, kijk. Even dicht dan. Hè? Huh? Doe maar even dicht. Ik ga even naar het scherm kijken. Ben je al met jou mee? Even een tekstdocumentje maken. Ja hoor, dat kan. Nieuw. Tekstdocument. Nou. Even dan ga, ja, daar ga ik even filmen, ja. Even geduld, toch? Geduld, 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 geduld. Want ik zie helemaal nog niks op mijn beeldscherm. Maar een moment, want het komt namelijk door de zon. Ik zeg het toetsendoetje. Even kijken, het is een beetje half gevoelig. Ja, maar zie je, hij doet het nu wel gelijk. En wat je vraagt. Hé. Hey. En dat was in die andere niet, hè? Hij doet zich geen een soort van lawaai. Ja, maar dat was die andere ook, lief. Maar... Ja, maar? Het is geen mechanische vering, volgens mij. Het is een soft, ja? Touch in. Of er een luchtdruk in zit. Ja, maar Emma, ik wil ook zo meteen even proberen. Ja, maar... Maar je vindt het wel fijn dan? Ja, niet zo fijn als mijn eigen toetsenbord natuurlijk. Nee, maar... Dat is geen enkel ander toetsenbord. Ook een nieuw ander toetsenbord van hetzelfde type is ook niet lekker. Nee, daarom. Dus, maar hij is goedgekeurd. Ja, even kijken wat die knopjes dan doen. Ja, dat wil ik zo meteen even uitproberen. Dat wil ik uitproberen. Niet doen. Dat wil ik doen. Dat wil ik doen. Dus... Ja, hij is goed gekut. Ja, mooi. En hij is ook wat zwaarder dan die andere toetsenbord, volgens mij. Die is wat steviger. Die. Hij doet ook gelijk wat je vraagt. Dat vind ik gewoon fijn. Muziek. André. Jezus. Alleen muziek, dan kan ik dus, dan moet ik even koekelen hoe ik dat ga doen. Hé, hey, dit is nieuw. Hoe hou jij straks lekker buiten de deur? En hoe help jij straks met de deur? Tot zo. Doe het samen met Randstad. Niet? Ja. En in je kansen. Ga er achter. Dat is ook. Uh-huh. Doe ik zo. Wat doet ze werken nu? Play. Die luistert waarschijnlijk alleen naar het programma. Niet op een browser. Dus als je een speler hebt of iets dergelijks? Ja, nou, dan ga ik zo. Maar dan ga ik even kijken. Even koloren. Muziek. Even. Doet alles het? Spelen, stoppen, pauze. Eens even kijken. Doe even. Heen en weer. Je begint erop opnieuw, oké. En door? Fast forward? Nee, want... Als je op pauze drukt, zeg maar. Dan luistert het niet. Nee, maar want dat is dus voor een nieuw nummer. Dan moet ik meerdere nummers gaan selecteren. Oké. Openen met
perfect. Nu wel. Nog een keer terug, als je wilt. Oké. Okay. Dat is dus als je heel lang in drukt. Oké. Okay. Dit is blauw. Oh, dat is dat. Ik denk dat het verkleurd is. Wat? Blauwe groet zit er overheen. Ja, maar dat komt door de zon. Door de weerschijn, ja. Ja. Dat is wel een mooie. En dit is ook iets. Dit is dat en dat. Plastic, hè? Ja. Ja, dit is gewoon allemaal plastic. Nee, kijk. Dit is gewoon zo'n plat plastic, volgens mij. Nee, kijk, want dat kun je er vanaf halen. Oh, oké. Okay. Dat is gewoon, dat is gewoon een beschermlaag. Oh, oké. Okay. Ja, nou is die weerschijn ook weg. Kijk, dan kun je dat in die prullenbak daar doen. In deze prullenbak hier. Ja. Ja. Daar maar in. Kijk, en dan hebben we hier dus ook nog een hele mooie... calculatertje in. Op. Lekker zin. Hij doet dat. Dat is gewoon fijn. Nog een keertje. En dit is opslaan. Nog een keertje. Even dicht doen. Even sluiten. Dan doe ik op hier op het toetsenbordje. En dan komt de calculator. Dat is leuk. Ja. Maar dus dat. Dus we gaan even lekker kijken hoe alles nog verder werkt. Dus het komt helemaal goed. Ja, nou, wij gaan even afsluiten met deze vlog. Ja, vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een belletje aan. Abonneer, nou ja, eerst even abonneren, want dan kun je het belletje aan doen. Als je dat hebt gedaan, duimpje. En dan daaronder, lekker mooi gezellig reageren. En wij reageren altijd terug. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En tot morgen. Doei!